Aan Joop en zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stierf reeds als kind. En zijn vader was werkloos en elke dag dronken. Omdat hij werkloos was en aan één oog blind. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood. Een schamel en karig bestaan. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot. In die mooie, in die fijne Jordaan. Toen Joop 16 jaar werd. Ja, toen hij verjaarde. Kreeg hij voor het eerst een cadeau. Het was slechts een klein nootje. Ja, het had haast geen waarde. Maar oh, het ontroerde de jarige zo. Het kwam niet van zijn vader of broers, maar van Nelis, de oudste zoon van tante Sjaan. Waarvan iedereen zei dat hij homoseksueel is. In die mooie, in die fijne Jordaan. Zo werden ze vrienden, want Nelis begreep iets wat er een ander niet deed. Nee, want iedereen zei in de buurt Nelis knepen. Wanneer hij de kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er gerold en ze werden verguisd. Dan bleven ze samen voortaan. Ze vonden een woning en zijn toen verhuisd. In die mooie, in die fijne Jordaan. Maar helaas bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. De buurt, die wist al gauw het zat. Dus een steen door de ruit. En ik kijk dat ziende. Een pakje met stront. En een lijk van een rat. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot. Als mensen op straat bleven staan. En tegen ze riepen, hey, smerige poot. In die mooie, in die fijne Jordaan. Maar toen... Op een morgen... werd Nelis gevonden. Hij bungelde aan het plafond. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden. Omdat hij gewoonweg niet verder meer kon. Dat mook hem altijd een familie geweest is. Dat toont dit verhaal wel weer aan. Maar ook wel dat mook hem soms heel klein van geest is. In die mooie, in die fijne.